Hier ben ik dus naar boven gekomen uit deze tegels. Het was 's nachts om 3 uur. Toen keek ik naar buiten en ik keek naar dat raam daarboven met die witte lange gordijnen. En daar zat een man te kijken. Die zal wel hebben gedacht van ik ben aan het dromen, weet je wel. 's nachts om 3 uur. Toen ben ik eruit gekomen en toen ben ik dus richting station gelopen. Ja, en zo ben ik eigenlijk dus weggekomen. Vrouw ontsnapt via tunnel uit Bredaanse gevangenis. Dinsdag 23 februari, dit is Brabant Nieuws. Een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis in Breda. Een van de vrouwelijke gedetineerden is ontsnapt via een tunnel. Mogelijk heeft ze die zelf gegraven. De vrouw is nog niet gepakt. Tot die werd die eerste avond van haar ontsnapping inderdaad niet gepakt. Maar dat had zomaar kunnen gebeuren, want haar vluchtauto was er niet. Diegene die mij zou ophalen is niet komen opdagen. Ja, dan kom je uit dat gat 's nachts om 3 uur en de auto staat er niet. En ja, dan sta je toch wel even aan te kijken. Ja, want had je een noodplan? Was er een plan B? Er was geen plan B. Plan B was het op een rennen zetten en zo hard en zo snel mogelijk wegrennen richting station. Daar heb ik dus, ben ik dus een taxichauffeur heb ik benaderd en toen ben ik ingestapt. Gewoon ook gezegd van ik ben ontsnapt en ja, of die me weg wil brengen naar plaats van bestemming. En dat deed hij dus. Op het moment dat Tottie ontsnapt, zit ze al bijna 3 jaar in de gevangenis. In 2006 steekt ze op dit woonwagenkamp in het Limburgse Limbricht haar schoonzus neer na een ruzie. Ik ben veroordeeld voor een gevangenisstraf van 8 jaar wegens dubbele poging moord. Op je broer en je schoonzus, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat was in 2006. Over die periode wil Tottie niet veel meer kwijt. Daar wil ik geen uitspraak over doen. Nee. Nee. Tottie zal in totaal in 7 gevangenissen zitten. Vanaf het begin kijkt ze naar ontsnappingsmogelijkheden. In de vrouwengevangenis van Breda doet zich ineens een gelegenheid voor. Want daar woont ze in een huisje met 9 vrouwen, vlakbij de gevangenismuur. Ze vindt een luik dat leidt naar een kruipruimte. Ze besluit om zich via een tunnel uit te graven. Ja, ik ging elke avond het luik in. En dan is 10 minuten, dan 5 minuten, dan een kwartiertje, dan een half uur. Dat verschilde, dat lag er net aan. Of de vrouwen vastliepen of niet, of dat het kon. Of ja, toen ging ik dus naar beneden om te graven. Ja. Dat zand haal je weg, maar waar laat je dat zand dan? Wat weggegraven is? Nou, de kruipruimte was heel erg groot, dus ik heb dat constant achter me geduwd. En op een gegeven moment, ja, dan, je duwt het met je handen en dan moet je op een gegeven moment met je voeten toch het zand aanstampen. En ja, zo heb ik de kruipruimte achter me en rondom mij heen eigenlijk helemaal vol zand geduwd. Ja. En uiteindelijk heb je jezelf naar beneden gegraven. Hoe diep moest je graven? Ongeveer zo groot als ik ben. Ik ben 1,63, dus ik ben ongeveer 1,60 naar beneden gegaan. Naar beneden en toen moest ik nog onder de fundering door. En dat is ook een kleine 1,60 meter geweest en toen weer 1,60 meter omhoog. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? 7 uur. In het boek Tottie's Vlucht wordt de ontsnapping uitvoerig beschreven. Ook haar nieuw verworven vrijheid. Ik kon weer eten wat ik wou en ik kon naar de McDonald's. En ja, mijn haar laten doen, zonnebanken, nieuwe kleren kopen. En ja, dat voelde heerlijk, ja. Maar je werd gezocht. Je was op opsporing verzocht. Mm-hmm. Was dat niet erg onvoorzichtig om dat te doen? Ik heb lang uit op de bank gelegen, gekeken en mij helemaal kapot gelachen. Ja. Na 3 weken wordt Tottie, waarschijnlijk na een tip, opgepakt op haar onderduikadres in Helmond. Daar heeft ze geen goed woord voor over. Nou, ze kwamen met ik weet niet hoeveel man stonden ze mijn huis binnen. Scherpschutters op het dak, voor en achter. En alles was afgezet. En ja, een beloning van 150.000 euro op mijn hoofd. En ja, dan schijnen ze zo met een lamp en een paswoord van ja, we hebben ze, ze is het. Terwijl ik daar gewoon stond. Het was zo'n bombarie voor niks. En zo verdwijnt Tottie voor haar resterende 14 maanden achter tralies. Ben je er trots op wat je gepresteerd hebt? Die ontsnapping? Absoluut. Daarmee laat ik aan iedereen zien dat het kan. Dat het heel makkelijk is. En dat je voor de rest niks te verliezen hebt, want je krijgt geen extra straf voor. Dat zal nu bij deze wel veranderd worden. Maar ja, ik ben trots op dat ik dat gedaan heb.